Hey beste kijkers, goed dat jullie er zijn. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is een warmtewisselaar die ik in 2015 heb gemaakt, maar dan voor in het keukenkastje. Het werkt eigenlijk heel simpel. Normaal gesproken stroomt er warm water vanuit de afvoer rechtstreeks het riool in. Met die warmtewisselaar, in combinatie met een kokend waterboiler of een close-in boiler, kan je die warmte dus hergebruiken. Op het moment dat je de kraan opendraait, gebruik je warm water vanuit de boiler. Dat warme water loopt door die wisselaar heen. Via de wisselaar loopt het afvoer in. Maar nu stroomt er in plaats van 10 of 15 graden de boiler in, stroomt er 30 graden, 40 graden, soms 60 graden de boiler in. Dit is een close-in boiler van 10 liter, een hot fill, cold fill aangesloten. Dus deze is 400 watt aangesloten op de koudwaterleiding. Dus het voordeel van deze warmtewisselaar is, hij is sneller warm en je bespaart dus energie. Dus ik zal even laten zien hoe die werkt. Dus dit is de warmtewisselaar. Dus normaal gesproken zit hieronder zit gelijk je sifon, maar hier heb je de warmtewisselaar ingebouwd. Dus het water stroomt hier beneden langs omhoog. En dit stuk hieronder blijft altijd water in staan. Nou, koud water komt hier binnen, gaat hier omhoog, hier, hier naar beneden. En normaal gesproken loopt dit koude water dan de boiler in. Maar dat gaat eerst naar beneden toe, komt hier binnen. En dan komt het hier weer uit, gaat naar beneden, gaat naar het volgende element. En dan gaat hij dus vanaf dit punt naar de boiler toe. Het water is nu 31,6 graden. Dan stroomt er koud water in en dan gaat dus nu het hete water gaat de boiler in. Dus je ziet hem nu ook afkoelen. Wat binnen is gekomen moet eerst even opwarmen. En dan zie je dat de temperatuur omhoog loopt. Dus de boiler die staat ingesteld op een kleine 55, 60 graden. Maar dit is dus ook heel makkelijk toe te passen bij een kokend waterboiler. En dan liggen de temperaturen wat hoger. 49 graden. Dus nu is hij 54 graden. En dan draai ik weer de warmwaterkraan open. En dan stroomt het warme water nu de boiler in. Nou, laat even weten wat je van de warmtewisselaar vindt. Vooral abonneren, even een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer.